Op 10 januari 2015 wordt de politie gebeld door de toen 86-jarige Antonia B. Het is helemaal mis met haar man. Hij lijkt niet meer te leven. De politie treft de 88-jarige Evert aan in de woning in de Eizingastraat. Hij heeft een steekwond in zijn zij en is overleden aan bloedverlies en een klaplong. Diezelfde avond nog wordt mevrouw B. aangehouden als verdachte in de zaak. Wij denken dat zij dit gedaan heeft omdat we een huis hebben aangetroffen waarin meneer lag. Helemaal afgesloten van binnenuit. En er was verder niemand in het huis geweest. En in het huis hebben we op diverse plekken bloedsporen gevonden. Onder andere op een messenblok in een keukenkast waar bloed zat van deze meneer. En ook vezels van zijn kleding die hij aan had. B. ontkent dat stellig. Zij zegt niets te maken te hebben met de dood van haar man, met wie ze maar liefst 63 jaar getrouwd was. Ze zegt vandaag dat zij die bewuste avond in de keuken stond en ineens een klap hoorde. Toen ze bij hem kwam had hij geen hartslag meer. Maar wat er is gebeurd, dat weet ze niet. Het was een strafzaak zoals je ze zelden ziet, met een oude, slechthorende en broze vrouw in het verdachte bankje. Maar vandaag werd ook het beeld geschetst van een vrouw die zich stoorde aan haar ouder wordende man die niet meer voor zichzelf kon zorgen. Buren hebben verklaard dat zij haar regelmatig hoorde schelden op hem. En na zijn dood bleek zijn hygiëne ernstig te zijn verwaarloosd. Zij ontkent in alle toonaarden, maar het OM weet het zeker. Als zij er niet was geweest, was haar man die avond niet overleden. En we houden wel rekening met de leeftijd van deze mevrouw. Maar de andere kant is dat ze op geen enkele manier inzicht heeft gegeven in wat er dan gebeurd is. Of zij misschien de zorg voor hem niet meer aankon. Of daardoor frustratie was ontstaan. Of ze geen hulp durfde in te roepen. En daardoor komen wij toch eigenlijk tot de conclusie dat ze wel de gevangenis in moet. 4 jaar. Want het is wel dat hier een meneer van zijn leven beroofd is. De rechter doet over 2 weken uitspraak.